One minute, Mr. De Graaf. Voorzitter, ik condoleer de bevolking van Canada en de EU-lidstaten met deze overeenkomst. CETA is een volgende stap naar dictatuur en armoede. Dictatuur omdat de multinationale ondernemingen het voor het zeggen krijgen. Elke EU-richtlijn en elke nationale wet die de economie raakt, kan voortaan worden opgevat als het opwerpen van een handelsbarrière. En armoede omdat de multinationale ondernemingen hun producten laten maken in de goedkoopste landen. Goedkoop qua lonen en goedkoop qua eisen ten aanzien van milieu- en arbeidsomstandigheden. Het voordeel van lage prijzen voor de burger wordt teniet gedaan door het verdwijnen van banen en lagere lonen. Maar er is hoop. Steeds meer burgers in de EU doorzien de leugens van de gevestigde orde en sluiten zich aan bij de patriotten. Wij vertegenwoordigen het volk. Wij strijden voor hun vrijheid. Het einde van de EU nadert en CETA zal haar ondergang niet keren. One minute, Mr. Fontoulis. Πιστή στις επιταγές του Διεθνούς Μεγάλου Κεφαλαίου των Πολυεθνικών και στο ιδεολόγημα της παγκοσμιοποίησης, θα ψηφίσετε σήμερα μια κατάπτυστη εμπορική συμφωνία. Επειδή μάλιστα γνωρίζει η Επιτροπή πως η συμφωνία δεν θα υπερψηφιστεί σε όλα τα εθνικά κοινοβούλια,